Hartelijk welkom allemaal. Alweer de 8e dit jaar van de talkshows. En volgend jaar gaan we vrolijk weer verder met nieuwe thema's. Dan deze gasten. Ik ben zeer vereerd dat ik deze twee muziekgrootheden aan tafel heb. Want dat zijn het wel, beide. Een enorme muziekgeschiedenis achter de rug en nog steeds bezig. Zowel Art is bezig met in de band van Oscar Benton. Die had één hit en daar teert hij nog steeds op. Maar daar komen we straks even op terug, Art. Ook over zijn toestand eigenlijk, hè, of hij nog op de been kan blijven. Chris is een grootheid in de blueswereld en niet alleen in Leiden bekend, maar in heel Nederland. Goed, ik begin even bij jou, Art. Jij komt eigenlijk uit een muzikale familie, hè? Je vader speelde viool. Maar op een gegeven moment, toen moest je natuurlijk zelf ook een instrument gaan bespelen. Maar hoe ben je dan met dat slagwerk in aanraking gekomen? Ja, dat ging vanzelf. Ja. Ik sloeg met alles wat los en vast op de tafel. Dat is toch? Ja. Ja, want je hebt nu een timmerbedrijfje, dus nu begrijp ik waarom je een timmerbedrijfje hebt. Ja, daar zijn ze wel mee te maken. Ja. Ik had mijn eerste beetje toen ik 12 of 13 was in Voorschoten met een paar Indische jongens natuurlijk. Ja. En we speelden die oude zanddingen. Stones, dat kwam toen net allemaal om de hoek, dat is het begin. Ja. Maar ik ging gewoon niet meer naar school op een gegeven moment, dat had ik wel gezien. Ja, je was klaar. Ja. Had ja. het maar gedaan, ja. Afgestudeerd, op je 16e klaar, weg. Ja. Nee, toen ben ik gaan werken. En ja, ik had allerlei beentjes en we speelden. Chris ook, in het clubhuis, circuit. Ja. Daar kwamen we elkaar ook wel eens tegen natuurlijk. Ja. Het kraaiennest, het mierennest. Ja, maar je gaat nu iets te hard. Uilennest. Uilennest. Ja. Maar als we nou even een stap maken met de jaren 70, eind 60, begin jaren 70. Want toen draaiden jullie mee in het circuit. Ik kom zo bij jou ook. Ja, dat maakt niet uit, zo. Ik kan niet zoveel te zeggen. Oh. Ja. Nee. Maar toen kwam je in het circuit terecht, hè? De nederpopachtige basis. Ja, eind jaren 60. Eind jaren 60, ja. Wat ik wel grappig vind, dat jij mij net de Muziekexpress gaf. En dat is toch wel schitterend. Ik had vroeger ook de Muziekexpress. Ja. En herkent iemand hier Art? Nou, ze spreken zo wat. Ja? Nou, als iemand het geraden heeft, dan krijgt hij van mij een consult. Goed, Art, even jou weer terug te komen. Ja. Latenberg en Drummen. Hoe heette je eerste band? De echte eerste band die belangrijk was, dat was Blue Planet. Ik kwam vanuit het clubhuizenwerk, drie man en een paardenkop. Ja. Wel gezellig. Ja. En toen kwam ik in Blue Planet terecht, dat was de band van mijn broer. Ja, maar dat was een bluesband. Nee, dat was toen nog niet. Dat was hard rock hoor. Dat was, ja. Led Zeppelin, The Free, Spooky Tooth, dat soort werk. Ja, ja. Maar die jongens, mijn broer en Aad Kreeft, de toenmalige gitarist, die waren natuurlijk een paar jaar ouder en die zaten er veel meer in dan, en voor mij was dat heel leuk. Mijn toelatingsexamen voor Blue Planet was een nummer van Zeppelin, dat moest ik kunnen drummen. Zij waren niet tevreden over hun drummer die ze toen hadden. Nou, mijn broer die kwam op een zondagmiddag hier op de Breestraat, nee, op de Heiligstraat, hoe heet dat ook weer? Volkshuis. Ja, zondagsmiddag. Ja. En toen zag ik die drie gasten aan de zijkant. En ja, toen wist ik al van die komen mij mededelen. Dat ja. Toen moest ik dus dat nummer kunnen drummen. Van Wetsen. Boem, boem, boem. Maar je moest het ook. Gaan we nou muziek zitten maken hier? Ja. Dus dan daarna naar de oefenruimte een paar dagen later en ja, toen was ik geslaagd. Ja. En toen was het gewoon hard werken van maandag tot donderdag repeteren en vrijdag, zaterdag als de werk was spelen. Ja. Maar we kwamen heel snel in het voorprogramma van de Iering, want die waren toen net terug van de eerste tour. Ja, maar kwamen terug uit Amerika, de Golden Iering. Ja. En dan zouden we één optredentje doen, het voorprogramma in de oude 102 in Den Haag. Ja. En toen waren we uitgespeeld en toen kwamen George en Rinus van de Iering. Die zeiden, jongens, we hebben zes... George Koymans, even de achternaam ook, Art. Ja, iedereen kent ze. Ja. Of we de hele tour willen doen, maar dat waren wel 36 avonden achter elkaar met één avond vrij. Ja.
Daarna jullie op welke plek kwamen jullie in de hitparade, zoals het toen heette? Nummer 39. 39. In de tipparade. En dan ging je de tipparade door. Ja. En toen was hij op een gegeven moment niet meer te verkrijgen. En toen hadden we al 15.000 singles verkocht, wat veel was. En toen was het over, bleef hij op 16 staan. Ja, toen begon het gedonder. Ja. Ja. Minder werk. Ja. Maar. Maar bij de Cold Erik, dat was één seizoen. Dat waren 36 na. En dan was het klaar. Ja, ja. En dat was klaar. En dan moest je verder. Ja, ja. Maar het was wel gelijk het diep in. Ja. Maar het was ook een hele wilde tijd. Ja, dat geloof ik direct. Maar daar kom ik zo nog even op terug. Ja. Maar goed, in ieder geval, dat was een goede periode. Veel, ja. veel geld verdiend. Nee. Niet. Nee. Nee. Nee, het was geld eigenlijk meebrengen. Maar mijn moeder, die... ja, wij leenden geld van mijn moeder om de bus te kunnen kopen. Ja. Betaalden we dan weer pondjesmaal terug. Ja. Mijn moeder kookte voor vier jongens die gerepeteerd hadden en zo. Die vond het allemaal prachtig. En die had natuurlijk via mijn vader ook altijd muziek in huis gehad. Ja, dus ja, ja. Die zag leuke dingen. Die muziek die tonde er wel voor. Maar wat ben je dan op een gegeven moment toen het in elkaar een beetje in elkaar stortte? Wat ben je wel blijven optreden met diezelfde groep? Ja, maar heel weinig. Op Blue Planet, hè? Heel weinig. Dus dat hield op een gegeven moment gewoon op. En nou, hoe ging je dat? Maar twee jaar, nou ja, gewoon een vergadering met elkaar en het klaar. Gaat niet meer, jongens. Nee. En de gang was eruit. We hadden nog twee singles gemaakt, dat werd niks. Nee. Ja, dan ben je ook een soort van uitgespeeld natuurlijk. En wie schreef die muziek binnen jullie groep? Met z'n allen. Met z'n allen? Ja. Mijn broer schreef altijd de teksten en het instrumentale gedeelte was dan van Aad van de Kreeft en Peter Wassenaar. Ja, ja. Maar Ron was toch wel een beetje een apart figuur, hè? Jouw broer. Ja. 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 En die is te vroeg overleden, hè? Die is 36 geworden. Die is 36 geworden. Ja. 36? Ja, maar ik... 36. Ja. 16. Ja. Maar die is iets te vroeg overleden, maar dat was toch een van de leden die niet helemaal gezond bezig was. Nee. Nog een paar niet, maar... Nee. Maar jij heb je daar nooit aan... begin eventjes, geloof ik, hè? Nee, maar... begin juist helemaal niet. Nee, helemaal niet? Nee. Dat kwam pas later. Toen je vrouw ontmoette? Nee. Nee, gewoon onderweg, weet je wel. Onderweg. Toen gebeurde het op een gegeven moment, maar pas jaren later. Ik nam mijn eerste snuifje kook. Ja. Toen was ik geloof ik 40. Oh, dat is, heb je wel lang gewacht, ja. Was ik er alweer vanaf? Was ik er alweer vanaf? Ja. Ja. Je hebt het gewoon van Chris overgenomen. Ja, ik keek wel eens. Oh, je keek wel eens bij Chris. Hoe ziet hij dat dan nu? Ja, ja. Nee, met jou is het net verder. Maar je bent er op een gegeven moment vanaf gekomen. Ik heb het nooit veel gedaan. Nee. Ik had dat was dus jaren later met de Ranging Band speelde ik dan over 2 oktober 's avonds en 3 oktober 's middags. Ja. En eind van de middag. Ja. Spullen eruit en dan eigenlijk lekker een huis douchen en klaar. Rustig zitten. Ja. Maar toen had mijn vriendin, ik zal ze niet aanwijzen, die zei, we gaan nog even de stad in. Ik heb een beetje kook gescoord. Nou ja, weet je, laat ik het eens een keer proberen. Nou, dat was om 1:00 PM 's avonds en we waren om 7:00 AM 's morgens thuis. Een paar wakker en we hebben een feest gevierd. Ja. Ik vond het ook heel lekker hoor, koken. Ja, ja. Maar ja. Ja. Een paar keer gedaan, ik vond het te gevaarlijk. Te gevaarlijk, ja. Het was niks voor mij. Nee, maar je rookt wel. Je rookt ook veel sigaretten niet, hè? Dat was wel. Ja, ja. Pak je per dag. Ja. Alsof dat niet zo gevaarlijk is. Nee, daarom. Ja, ik snap het, Chris. Nee, maar uiteindelijk ben je teruggegaan naar 1 sigaret per dag. Mm-hmm. Oh. En ook een hele tijd niks. Nee, nee. Ah, goed, nee, maar goed, dat is ook een verslaving die natuurlijk net zo heftig is als dat het met coke is. Maar in die tijd van Blue Planet, kijk, alles was nieuw. De blootjes kwamen om de hoek en dat was allemaal nog vrij onschuldig. Maar toen werd het ineens harddoop, weet je wel. Toen kwam de speed. Nou, heb je wel eens in een bus met muzikanten gezeten die alle vier aan de speed zitten en dan naar Delfzijl moeten en terug. Ja, maar die buschauffeur ook, of niet? Nee, oh. Nee. Dat was die Bonte. Oh, ja.
Maar dan zit er een compleet gekhuis. Of hier op de, dat kent Chris ook nog wel, de commune op de, bij de, hoe heet het daar, bij het station. Daar ben je ook wel eens geweest. Ja. De LSD-trips en de mooie kleuren en weet ik wat. Chris, over LSD gesproken. Je had natuurlijk naar Woodstock, en dan gaan we heel, heel ver terug. He, het grote Woodstock, dat weten we toch nog wel met z'n allen. Ja. Had je daarna in het Kralingse Bos in Rotterdam, had je, dat deden ze, aapten ze de boel een beetje na. En daar heb jij ook gespeeld. Dat klopt, ja. Ja, in Kralingen, in het bos. Met de grote artiesten. Nou, we stonden ergens anders. Het was wel zo, weet je, we kwamen aanrijden met de bus, allemaal kletterstoot natuurlijk. Alles was stoned. Ja, ja. Maar toen dacht ik, nou, een flink podium, weet je wel, dat speelde Santana. Dat dacht, dan zijn we ergens. Maar we werden al snel gedirigeerd naar het Nederlandse podium, dat was ergens anders. Dus we speelden daar niet op het hoofdpodium, maar het was wel een belevenis natuurlijk. Je hebt er wel gestaan. Ik heb er wel gestaan. Ja. Ja, en dat zit nu bij mij aan tafel. Nou, zo bijzonder is dat niet hoor, vind ik. Dat je hier zit? Nou, dat jij er zit. Maar goed, jij bent, ga ik even terug, even terug, Chris. Jij bent begonnen met, toen je een jaar of 13 was, met gitaar spelen. Met gitaar spelen, ja. En hoe kwam je erbij om dat instrument te kiezen? Of werd je daarin opgevoed? Nou, mijn zus speelde gitaar. Joke. Die had ook les bij Nederlof. Een hele zus is dat voor jou? Een hele zus. Ik heb alleen een hele zus en een hele broers. Nou, ik heb 1,5 broer, maar... Ja, toch? Ja, ja, dat was even Wils, oudste. En die speelde trompet. En die repeteerde ook boven bij ons met een paar maten. Weet je, Richard, die woonde bij ons in. Die studeerde daar. Studeerde in Leiden. Speelde een ander instrument. Er was een drummertje bij. En dat was allemaal niet zo goed, weet je wel. Maar... Er was wel ook een zaterdag, zaten ze daarboven, een beetje Chris Barber van die Disneyland Jazz, was ze heel in spelen. Dat trok me nooit zo, maar een gitaar, die speelde mijn zus, dat vond ik veel mooier. Dus ik pikte hem af en toe in en dan kreeg ik weer ruzie. En dat was heel ruzie gehad. Heel ruzie gehad, maar waar ging die ruzie dan over? Ja, een moeilijke vrouw met mijn zus. Dat was een moeilijke vrouw? Ja, wel lieverd. Ja. Maar goed, uiteindelijk kreeg ik toen zelf een gitaar. Dus dat was wel, wel slim van mijn ouders. Ja, ik weet nog goed dat ik kreeg, het was met 5 december was het, Sinterklaas. Ik kreeg een Egmond, en die was toen nog een bekend Nederlands merk. En die stond boven, op de kamer van mijn zus, stond hij al een beetje zo te glimmen. En ik ruik nog steeds die niet cellulose lak, weet je wel. Als je hem eruit krijgt, kom je in één keer terug met het ding. Dus ik wees dat ding weer. Nou, en vraag geweldig toen ik hem uitpakte natuurlijk. Ja. Ja. Tegenwoordig, ik heb nog even foto's gezien, is er niet meer om te spelen. Ik heb hem ook niet meer, ik heb hem ingeruild. Maar je hebt op verschillende merken gespeeld, gitaar. Zeker. Want, ja, ik ben wel gitaargek hoor, abnormaal, maar er zijn nog... Mensen die zijn nog veel gekker met gitaren. Ja. En ik heb er nou eigenlijk nog maar 2. Dat is die gitaar, een hele oude. Dat is een hele oude. Ik kan even zien, daar speel ik altijd op. Komt uit 1937. Dat is een heel oudje. Ja. Er zit ook heel veel geluid in voor een oudje. Ja. En dan heb je nog een Telecaster, dat is een Fender. Dat is een bekend merk. Dat is wel heel bekend. Ja. Ja. En dan heb ik nog een flamenco gitaar. Ik speel flamenco ook een beetje. Althans, ik heb les. Ja. Ja. Benito, Claudio Benito. Ja. Mooie oude dijk. Achteraan. Maar in ieder geval, ik heb daarvoor wel alles gehad. Weet je wel, zo'n beetje wat de moeite waard was. Altijd ingeruild, vergeten, gestolen. Gestolen? Ja, een keer overheen gereden ook. Weet je. Ja, ik zei veel. Ik zat in de bus, met mijn auto zo, en ik was mijn gitaar vergeten in te laden. En ik reed achteruit en toen werd ik kraak. Er kwam geen geluid meer uit. Nee, dus, Eén krak en het was afgelopen. Het was afgelopen en het was ook niet meer te maken. Nee. En ik heb een gitaar gehad, die is gestolen. Het was Andrew Speaker, ik weet niet of je die kent, van de Speakeria. Speakeria, ja. Ja, trouwens, mijn dochter woont erboven, hartstikke leuk. Ja. En
Ja, die had hem het raampje open laten staan, de gitaar. Weet je dat nog, Hart? Ja, dat die hele mooie Guild, een 500 jazzgitaar. Bij jou thuis hier staan? Nee. Is dat hier? Nee. Dus ik heb wel een hoop gitaren gehad. Ja. Maar is dat het enige instrument wat je bespeelt? Wat ik beheers wel. Wat beheers, je... Ho, zeg even. Nee, gaat niet te ver. Ja. Nee, want beheersen doe je het nooit namelijk. Nee. Je hebt wel een goede naam hoor. Dus maar het land de blinde, zullen we zeggen. Ja. Wat ik nog meer daar ook een barokluid. Dat is wel was wel ook grote liefde van me. Ja. Dat is dus een 24-snarig instrument. Ja, ja, ja. Daar heb ik wel les op gehad. Francisca Mertens. U was streng zeg. Ja. Ik ging altijd, was ik al wat ouder ook. Was ik wel nodig, denk ik. Wat? Ja, strenge vrouw. Ja, ja. En daar speel ik dan barokmuziek op. Eerst renaissance muziek, maar dat vond ik een beetje saai. Ja. Heb ik al een tijdje gedaan, daar heb ik wat optredens mee gedaan. Maar dat is dan bijvoorbeeld in het Groene Kerkje. En er komen allemaal rollators binnenrollen. Er komen alleen rollators binnen. Ja, een beetje met wat erin zit. Ja. Nou, daar ben ik niet zo blij van. Nee? En je kon er ook niet meer drinken. Dat was nog een groot probleem. Ja. Zeker toen geen probleem. Maar die muziek, dat is klassieke muziek. Ja. Dat luistert zo nauw, dan moet je volledig geconcentreerd zijn. Ja. En ik heb nog nooit een klassiek muzikus zien optreden, van gehoord dat hij eerst of een blootje nam drinken. Nee. Dat is echt sec. Droog. Want, maar het moest er erg stil zijn, maar die ouwtjes die vielen wel eens om waarschijnlijk, of niet? Nee, dat was wel dat was weer met wat anders. Ik heb ook nog voor de met de bejaarden gespeeld. Oeh. Ja. En dat was wel grappig hoor, want dan werd ik uitgenodigd, dan kreeg ik al 75 gulden. En dan moest ik dan, af en toe kwam ik dan in zo'n thuis. En dan raak je, is ook wel aan het spelen voor ze. En dan wilden ze altijd Nederlandstalige nummertjes horen natuurlijk. Of ik deed een ander nummertje met meneer. Wilt u niet van die vervelende muziek spelen? Oh. Ja. Of dus had ik zo iemand en zat zo te kijken, het hield gebit zo eruit. Weet je wel. Nou, dan word je toch wel een beetje afgeleid hoor. Ja. Dat zijn maar dat gebit kon je waarschijnlijk weer gebruiken om als een. Dat is niet zo prettig. Nee, dat is niet zo fijn. Zoals een stukje muziek, even, om even weer een beetje in die sfeer te komen, die muziek. Fons, kun je eventjes uit die tijd even een stukje laten horen? Ik laat iets horen waar Art door geïnspireerd is als drummer. Oké. Mooi, hè? Ja, iedereen kent het toch wel, hè? Wat is de? Dave Brubeck. Ja, Dave Brubeck, kwartet. Ja. Ik vond dat nooit zo, die Dave Brubeck, dat heeft me nooit zo... Take 5. Ja, dat is wel knap, maar... Ja. Maar hij gaat... Nu gaat hij om. Wat? Moet ik verstaan of? Ga je staan? Ja. Jij mag niet. Okay. Ja. Nee, dat ging dan zo. Ik speelde met Aad van Pijlen, dat is een vriend van mij, een bassist uit Leiden. Wat nou een Rijswijk, maar dat maakt niet uit. En die speelde toen bij Jules Deelder en Ger Saks. Trio Mereet was dat. Ja. Mereet. Het was Mereet. Mereet. Ja, Rotterdams is dat denk ik. Ja, dat is al uit gedicht komen voor Jules Deelder. En ik ging af en toe wel eens mee en ik kon wel goed vinden met die jongens. En op een gegeven moment zei Jules... Financieel? Financieel, nou, een heel verhaal, maar dat is weer anders. Als we dus tijdens de show van Jules, er drumde hij wat en... Nou, moest er muziek bij. Aad die speelde bas en Ger Saks die speelde saxofoon. Verschrikkelijk, maar wel verschrikkelijk leuk. Ja. Weet je, ja.
Het was een soort archetype van een saxofonist. Dat is weer zo groot, het is een ex-bokser, weet je wel. Hij ziet er echt stoer uit, kale kop. Zo'n neus met een paar keer klap op gehad. Hij kwam niet op zo'n podium, maar hij kon eigenlijk helemaal niet spelen. Weet je wel, dus het was helemaal geen saxofonist. Maar hoor je blablabla, dus iedereen ging op plat. Ja, dat was zo'n verschijning. En maar als er echte nummers gespeeld moesten worden, dan... Dus daar hadden ze mij voor gekozen, zeg maar. En dan kwam Ger op en dan zat ik een beetje zo in schaduw. En dan ging Sjoerd drummen. En soms ging het wel goed, soms niet. Het ging meestal niet goed. Want Sjoerd was altijd stoned, zeg maar. Hè? Altijd. Nou, ja. Vaak wel. Ja. En dat is toch niet zo'n sterkste punt. Samen met drummen. Dus zei hey, Chris. Nou, thuis, ik ga helemaal te gek. Gek, joh. Helemaal uit de maat, weet je wel. Helemaal te gek. Ja. Ik dacht, nou ja, 250 gulden is 250 gulden. Ja. Ja. De kijk is een beetje overdreven. We hebben hele leuke dingen gedaan. Ik heb er ook veel van geleerd. Maar het was alleen muzikaal niet zo interessant. Het waren wel... daarvoor in de plaats waren er wel heel veel andere interessante dingen. Weet je, dat je dus een ander circuit zit, je ziet een theater. Je ziet mensen die je normaal zeg maar niet zo gauw tegenkomt. Dan moet je weer namen gaan noemen, niet zo'n zin in. Maar Hans Liebergs, zeg je dat wat? Die Pieter, dat was natuurlijk in die tijd. Waren we ook knap druk. En dan kon ik die op een gegeven moment een deur open en ik dacht, mijn gitaar. En dacht, nou, dat is Sjoe. Zat in die Hans Liebergs, dat staat daar te spelen. Ja. Dus ik kon er, ik had er wel niet in de gaten. Ik lette helemaal niet meer op. Het is zo'n gewoonte geworden. Dus ik ging daar zitten en ik dacht, shit, ik ben bij de verkeerde. Ja. Maar het was wel aardig, want we kenden elkaar niet steeds heel maar nou ja, dat soort dingen. En, dat heeft zich later nog Boris van der Lek erbij gekomen. We zijn de saxofonist. En we hebben ook nog een soort quartet gehad met Herman Brood op piano. En weet die Bart Gebot? Oh ja, Bart Gebot. Ja. Ken je die? Bart ja, uiteraard. Ja, ja. Nou, als er één druk is, dan is hij het wel. Ja. Hè? En dan was die Jules, die had er ook de hoogte. Maar dan was het echt een gek huis, weet je wel. Die twee. En Bart die mocht alleen maar, dat is niet zo'n podiumpersoonlijkheid, zullen we maar zeggen. En die mocht alleen maar, dat was dus al een show. Hij mocht alleen pasta maken, dus op de buren. En als Jules, is die pasta al klaar? Nou, nog even wat, als Jules even met hun bezig. Zo ging dat dan. En dan gingen we dus een beetje pasta eten. Nou, dat kon toen allemaal, weet je. Maar op een gegeven moment liep dat toch uit de hand. Want toen kwam Brood ook nog op te proppen en die dat dan. Toen vond ik er ook geen reet meer aan, weet je. Het was zo'n zootje. De Kamergeurka, die Kamergeurka, toen was ik al eigenlijk. Ja, die vond ik wel heel goed. Ja. Zo'n aparte man ook. Ja. Die vond ik, maar toen was ik al weg. Ja. En Aad is toen nog gebleven. Ja. En, het was een leuke periode, maar muzikaal niet zo. niet zo dendrig. Nee. Dit is I'm Going uit 1970. Dat was de hit, hè? Dat was de hit. Andere toer is dan Fons. Yes. Dank je, Fons. De snelheid was nu goed, begreep ik vanuit. Ja, nu wel. Was wat op leeftijd, zo begon je. Maar goed, die samenstelling van die band was natuurlijk daar ik haal het net even aan, dat was je broer, Ron. Aad van der Kreeft. En Aad van der Kreeft. En Peter Wassenaar op bas. Ja. Peter is... Ja, die speelt al jaren. Die heeft zijn klassieke basopleiding afgemaakt. Ja, Hij heeft met Jan allemaal gespeeld. Ja. En die zie ik af en toe nog. En Aad Kreeft. Want ik speel nou weer met Peter Wassenaar. Ja, zo zie ik hem weer rond. Ja. Peter is een, die doet het heel goed, vind ik. Die, die leeft ook echt voor. Meer dan ik, of ook meer dan Art, denk ik. Ja. Echt wel een muzikant. Ik vind dat een moeder, want is nou een muzikant en een muzikus, hè? Ja. Is nou een muzikus, is dat iemand die gestudeerd heeft of zo, ben je dan muzikus? En wanneer ben je muzikant, Art? Ja. Jij mag het zeggen.
Ik ben Timmerman. Jij bent Timmerman. Timmerman. Ja, dat is makkelijk. Ja. 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 Wie jij? Ja. Oké, okay. Dan gaat even een nummertje zien. Dat is een nummertje van Donovan. Dat was de eerste LP die ik. Een van de eerste LP's die ik kocht. Daar was ik gek van. Ik vind het nog steeds een mooi nummer. Het is een beetje een onbegrijpelijke tekst. Het gaat over een straat in Londen, Sunny Good Street. Daar ben ik ook geweest. Weet je, een soort bedevaartdingetje. Maar dat viel zwaar tegen, want er stond niks meer. On the Firefly platform on Sunny Good Street, those violent ass smokers shook a chocolate machine. They're bobbed in an even scene, smashing into neon streets in their stoneness. I'm just smearing my eyes on the crazy color goddess. I'm listening to sounds of mingles, mellow, fantastic. Oh my, my design. Komt er nog één, er komen vier coupletten, maar dat gaan we niet doen. Nee. Ik ken ze wel alle vier, maar dan... Ja, nee, dat... Hé, hey, maar oh, oh, dit is het mooiste. Ja. Wacht even, oh, 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 oh. The magician sparkles in satin and velvet. You just gaze at his splendor with eyes you've not used yet. I tell you his name. Love, love, love. Daar doen we het niet voor, hè? Nee. Ja. Nee, wie was met je band aan het voorstellen en eigenlijk die periode van, je, van die hit, die heb je net laten horen. Je, ja, ja, okay. Wat ik aan het nummer vind zelf, ja. Ik hou erg veel van muziek, bijzonder, wat zeg je? Nee, uit de wereld even. Nou, nee, dat valt wel mee, maar de drums is erg aanwezig. Dat moet je bij Freddy Haaien zijn, die heeft de boel gemixt. Gemixt, ja. Ja. Dus, ja. En het was wel, kijk, we kwamen toen in de GTB-studio in Den Haag, dat is voor kennis is dat legendarisch. Je had vier sporen, in plaats van 480 tegenwoordig. En dan moest alles moest dat op die vier sporen, en, maar het moest ook heavy. En dat was best moeilijk, want ja, die meters die sloegen maar uit, dus dat was best moeilijk. Ja. Maar daar zijn we in ieder geval in terecht gekomen. Maar wij zeiden natuurlijk, even kijken, de tweede single namen op in Hilversum, een nieuwe studio. En dat was toen al 16 sporen. En die studio kostte 300 gulden per uur. Moet je een singeltje opnemen, dat is natuurlijk een bepaald budget. Ja. Maar wij zeiden gewoon om uurtje of half zes tegen Freddy Haaien van, we gaan even eten. Dan gingen wij gewoon nog even twee uur naar de Chinees. Dan dienden we die rekening in bij Freddy. Nou, die werd helemaal niet goed natuurlijk. Waarom doe je dat dan? Nou, omdat we geen geld hadden. Oh. Ja. Nee, we dachten dat we er waren, weet je. We waren heel arrogant en we gingen het helemaal maken. En de platenmaatschappij moest maar betalen. Ja, zo werkt het niet natuurlijk. Dat is ook gebleken. Maar goed, Freddy Haaien die ontplofte en die single is er wel gekomen, maar toen hadden we natuurlijk wel al aardig wat veramponeerd bij de platenmaatschappij. Ja. Ja, want we dachten dat we Led Zeppelin waren, maar dat was natuurlijk niet waar. Nee, nee. Maar je had wel lekker Chinees gegeten. We hadden lekker gegeten. Ja, ja. En, maar goed, hoe zijn jullie uit die tijd gekomen dan, uit die magere periode? Want je praat wel over de magere periode. Nou, wat ik net zei, mijn moeder hield ons in het leven. Dat was je moeder, ja. Dat was mijn moeder. En iedereen kwam thuis bij ons eten. En, ik heb ook nog met jullie gegeten, Art. Ja. Hoe voel je het? Bij je moeder. Hoe voel je het? Wat? Hoe voel je het? Ja, ik hoor het maar koken. Ja, nee, het was niet veel. Dat weet ik wel. Nee? Nee, maar ja,
Chinees. Ja. Chinees. Nee, dat weet ik niet wat het was, maar dat weet ik wel. Nasi Goreng, ja. Maar goed. Dat was ook een centraal punt voor de muzikanten. Ja, ja. Zo is altijd. Ja, ja. En mijn moeder die regelde dat wel. Maar, ja? Nee, ik zit te luisteren. Dus, ik had geen geld, maar ik had toen een drumstel nodig. En dat liet ik toen maken in Den Haag. Een handgemaakt drumstel, Westend. Kostte gewoon heel veel geld. Ik had niks, leende ik van mijn moeder. Ja. En dan... Moeder scheetje. Ja. Ja, nou, bij mijn moeder hoef je het niet aan te roken. Nee. Dus zo werkte dat. Je zus wel, ja. Ah, ja. Zo werkte dat. Ja. Maar dat hield op een gegeven moment op natuurlijk, Blue Planet eruit. Maar ik had de mazzel dat ik gevraagd werd voor Oscar Benton Blue. Daar komt Oscar Benton, ja. Via studiowerk, want dat deed ik dan wel, kwam ik bij Oscar terecht. En toen, van... minimaal inkomen ging ik naar 3-4 keer in de week spelen. En als pikkie van 21 jaar kwam ik met 800, 900 gulden in de week thuis. Ja, ja, ja. Daar is niks meer van over hoor. Dat is allemaal op. Ja, ja. Maar goed, je praat over heel lang geleden. Dus, ja, maar dat was een hoop geld. Ja, toen, ja. Ja. Maar ja, daar maakte je ook weer de meest waanzinnige dingen mee. Met kratten bier in de bus. En, ja, ja. Dat was het echte bluesleven. Ja. Veel in Duitsland spelen. Midden over de midden in de nacht over de autobaan lopen, tegen het verkeer in, want je moest toch naar je hotel. Ja, ja. Ja. Ja, waarom niet? Ja. Maar leuk, het was, als je erop terugkijkt, is zijn er een hoop dingen een leuke tijd natuurlijk. Het was één groot feest. Een groot feest, dus daar kun je op terugkijken. Nu loop je niet meer over de A4, neem ik aan. Nee, niet meer. Nee, nee. Nee. Maar goed, dan op een gegeven moment komt die andere band om de hoek kijken, hè, de samenstelling. Was het daarna? Want je broer die... Dat is pas later. Dat is pas later. Oscar Benton, daar gingen we met z'n allen weg. En die jongens, die werden barrelhuis. Oscar ging alleen verder. En toen, ergens in die tijd, zijn Chris en ik begonnen met Trail. Dat was een groep Trail. Trail bestaat uit Chris Koenen, gitaar en zang, Art Bouwsch, drums, Peter van Heeft, bas en Willem Hakkert, gitaar. Volgens mij is het wauw. Hier. Rappen, dat vind ik ook wat van zeggen. Ja, nou, het gaat over de formatie Trail. Daarvoor kom ik nog een andere naam tegen en die heet Bolus. Ik weet niet in hoeveel. Ja, daar heb ik ook nog even in gezeten. Maar goed, ik Bolus, zo'n bossenband. Bolus was ook een band. Zo'n bossenband, hè? Nee, gewoon een Nederlandse reisband. Bolus. Bolus. Stond ook op de bus, ja. De rode Mercedes-bus. En ik had zelf ook een beetje het idee om, ik kan geen noot lezen, ik ben geen muzikant. Ik was chauffeur Rodi van Trail, met twee andere jongens. We hadden drie Rodi's, chauffeur Rodi en twee Rodi's, PA, licht en geluid. Dus, redelijk over de top was het. Nou, als je het nu nog over een heleboel mensen, wat vind ik mooi van deze uitzending, van heel veel mensen die ik spreek, die weten dat niet. Die weten niks van Trail en dat soort dingen. Nee, nee. Vandaar dat we hier zinkeling. Ja. En ik ben daarbij gevraagd om chauffeur Rodi te worden, omdat ik reed met een Volkswagen busje in de ronde. Daar stond achter op WF Sound Service. Daar reed vier auto's voor mij leiden. Omdat wij ook in de PA en de muziekverhuur wat wilden doen. Ja, ja. En dat was een vriend van mij die ook jong overleden is helaas. En het is nooit wat geworden. Maar wie zit dan de Henk Salzburg. Okay. Maar goed. Doordat het achter op die auto stond, ben ik door Lex Wallaert, de manager van toen Trail, gevraagd of ik voor hun wilde werken. Het weekend dan, de optredens, de bus wilde of de vrachtwagen wilde. Toen ging ik van bus over naar vrachtwagen, echte vrachtwagen, omdat ik een beroepschauffeur ben nog steeds. En de vrachtwagen stond bij mij thuis met de installatie daarin. Ik maakte uit hoe het geladen werd, uiteraard, want ik ben een chauffeur. het PA moest achterin, want iedere maandag. Die vrachtwagen stond bij mij thuis en iedere maandag ging ik naar de Geronimo Sound Studios bij het Morskwartier. En dan ging de monitorinstallatie eruit, want de jongens gingen de hele week oefenen. En donderdag kwam ik dat ophalen, want vrijdag gingen wij de rit op. En dan gingen we naar Klazinaveen of Nieuw Amsterdam of in die uithoeken. Beesterswagen, waar we heel veel gespeeld hebben.
En dan maakten we een toertje als het ware, want dan gingen we daarna naar Sneek en dan over de afsluitdijk hadden we horen, dus wij sliepen onderweg, het was geregeld overnachting en dan kwamen we weer terug en 's maandags ging je gewoon weer aan het werk. Ja, 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 ja. En, mooi. Die keer dat je pech had? We hadden de luxe van Trail was dat ze 3 rodies hadden, een vrachtwagen en alles. De spullen, alles. Ja, alleen het was niet nieuw. Nee. Dat ging via onze vriend die overleden is, jaren dood gereden. Frits. Bij hem even in huis gewoond. Weet je wat nou weer? Frits. Nou ja, goed. Ja. Die reed de vrachtwagen, de auto zeg maar, de wagen. En dat was nooit nieuw. Het waren altijd een beetje afdankertjes. En ik heb eigenlijk heel vaak s'nachts, midden in de nacht, met pech onderweg gestaan met de 2 andere rodies. Je had geen mobiel. Ik toevallig vertel ik zaterdag nog een art dat ik nog heel goed weet, want ik zit dagelijks op de weg. En dan rij ik tussen Hogeveen of Meppel en Hogeveen. En daar ligt de wijk en rechts, daar staat een boerderij. Ik weet precies welke is en welke deur het was, dat ik stond daar s'nachts op de terugweg met pech, langs de weg. En ik ben naar die eerste boerderij gelopen, midden in de nacht, donker. En die man deed de deur open met een dubbel op jachtgeweer. Dus ja, ik heb met Trail. Mooi verhaal, vet. Ja. Met Trail wel veel beleefd onderweg, ja. Ja. Geweldig. Het was voor de jongens een enorme luxe. De jongens kwamen aan, alles stond opgesteld. Ik kan geen instrument spelen, maar ik heb wel Arts en Drumstel regelmatig ingestemd. Ja. Dus de jongens kwamen, pluggen in, speelden. En de jongens die gingen naar huis en wij bouwden dan weer af, laden in. Bijvoorbeeld in Beesterswaag heel vaak, dan hadden we nog frikadellen en kroketten. En dan gingen wij pas weg. Ja, ja. Okay, dank voor je verhaal. Chris en ik zaten toen bijna dag en nacht naar elkaar. Was gezellig. Ja, was gezellig met tequila en klaverjassen en blowen. Ja, en een beetje. Maar we maakten nummers en we zaten op een gegeven moment ook samen op de omscholing. Want we hadden uitkering en op een gegeven moment hield dat op natuurlijk en dan kon je naar de omscholing. Dus Chris en ik betontimmerman. Dus elke morgen om 7:30 waren we daar. En Chris en ik werkten dan samen, want je had die projecten. En moesten we een betonkisting maken, maar die stond wel 1,5 meter hoog. Moest je helemaal zelf in elkaar timmeren. En ik weet nog dat die leraren stonden te kijken zo van, gaat dat wel goed? Chris slaat de laatste spijker in dat ding. En dat hele, en dat is 4 meter lang en 1,5 meter hoog. Dat hele ding stortte in elkaar. Maar we kregen wel ons diploma. Ja. Ben je uit Trail gestapt eigenlijk? Hoe is dat dan afgelopen met Trail? Dat weet ik niet meer. Dat liep op een gegeven moment. Ja, houdt het op gewoon. Het is net als met een verhouding. Hè? Met een verhouding was een verhouding met een andere vrouw of zo, weet je. Dat We hadden geen ruzie of zo. Dat vind ik wel een goede hart. Kijk, als je nou bijvoorbeeld zeg maar met een band en een huwelijk, hè, dan zeg maar een band die succes heeft, die draait langer en intensief met een huwelijk, wat bijvoorbeeld in het algemeen dus kinderen krijgt, hè, dat is een soort drijfveer om door te gaan. Ja. Begrijp je? Ja, dat is een hele goede van me, dat had ik nog niet bedacht. Waar we gebleven? De trailer was toen een beetje of zo. Toen kwam ik Johan Polvi tegen en Paul Vilvier. En daar begon een akoestische trio mee, zoals dat heet, akoestisch. Dat liep behoorlijk goed. Weet je, je bent veel breed inzetbaar, zullen we zeggen, omdat je kleinschalig speelt. Je kon hier gaan spelen, je moet hier niet met een beetje, maar dan speelden we gewoon met z'n drieën. Rustig maar, Chris. De beste drieën speelden we. En gaandeweg kwam er een bassist bij en dan een drummertje. En dat werd een hele leuke band. En dat werd Tilty. En dat is ook allemaal weer verweven, weet je, met Jan-Willem Slichting, waar jij nog weer mee speelde, Art. En daar speelden we veel mee in Leiden. Zijn deze jongens. Set that is saying to. Let me tell you. Dat is what I want you to do. Tear down. Nou, dat klinkt nog steeds. Dat klinkt nog steeds goed, vrij fris, zullen we zeggen. Daar hebben we ook veel mee gespeeld.
Ja, was de kroegenband van Leiden. Ja. Maar trouwens niet alleen Leiden. Ik viel dan wel eens in als Lex de drummer niet kon. Gingen we naar Horen of... Maar het was altijd feest. Heel... Maar een natte avond. Ja, ja. Ja. Maar weet je, omdat onze voorzitter, Annex Sanger, zeg maar Johan Polvliet, hij kon niet zoveel, maar hij kon het wel brengen. Ja. Weet je? Ja. En dan kon je in de popmuziek, kon je het ver schoppen hoor. Hey. Dat is wel een ding wat zeker is. Maar ja, nee, zeker door hem, weet je, hij kon heel goed contact maken met het publiek. En ja, het was wel een show, geen showmannetje, maar heeft hij... X-factor zo, waar zo'n wel over zitten te zeiken, weet je. Ja, ja, die had hij dan wel in ruime mate. Had hij in ruime mate, ja. En we vulden elkaar goed aan, weet je. Want, dat ging ook een hele tijd goed. Maar op een gegeven moment ben je weer uitgespeeld met elkaar. Ja, ja. Maar Kees Schrama zat natuurlijk ook in die periode, van de vroegere periode. En Kees Schrama, dat moet ik even uitleggen, dat is, die speelde ook in die band toen? Nee, hij heeft alleen de Mellotron gedaan. Of de Mellotron, ja, daar wil Kees ik even naartoe. Kees was een jazzpianist, ja. Een gekende jongen. En toen kwam de Mellotron, dat was toen een revolutionair apparaat. Earth and Fire bijvoorbeeld. Ja. En die stond in de studio en die moest gebruikt worden door van Freddy Haaien. Dus ja, wie moet dat erin douwen? Kees Schrama. En als je een beetje een kenner bent, dan hoor je op die single dat hij veel te hard erin zit. Maar ja, dat ging gewoon zo. Dus ja. Kees Schrama heeft... Maar wat voor soort geluid bracht het dan? Ja, dat is... denk aan de Moody Blues, denk aan Earth and Fire. Ja, ja, ja. Over wat voor nummer heb je het dan? I'm Going. I'm Going. Zit daar een Mellotron in? Ja, ik is er verdomme nooit opgevallen. Wacht, hier. Het gaat... Hoor, de Mellotron. Oh, dit? Ja. Oh ja. Ja. Nog even twee korte dingetjes. Die Walking Blues, dat gaat zo. Ja. Child, have you heard the news? Shot the brown one of the walking blues. I'm walking, walk my blues away. So glad, little girl, your troubled dawn walks my way. Tijd door zo, maar dat doe je niet. Er is nog één keer tegen. Ja. Voor de bottleneck. De bottleneck hier, dat is zo. Dan gaat hij glijden. On summer day, she went away. She's gonna left me, she's gone to stay. I'm sitting here, Lord, Lord, I don't worry. Lord, I'm sitting on top of the world. Now come here, mama, put your head in mine. Together we can have a real good time. I'm sitting here, I don't worry. I'm sitting on top of the world.
Ja, oké. Ja. Nou, toen ben ik ook met een triootje begonnen. Met mijn vrouw. Ja, met je vrouw, ja. Met mijn vrouw. Elvis, die is er nou niet. Maar je bedoelt spelen. Oh. Oh, oh. Nee, maar ja, spelen. Kijk, nou, dat was met Aad van Pijlen. En toen zijn we jazz gaan spelen. Nee, dat was met Ander Beek. Toen zijn we jazz gaan spelen. Toen hebben we ook wel in die bebop dingen geworpen. En dat was wel heel lastige muziek. Maar het ging wel, maar ze was ook heel streng. Maar toen speelde ik ook weer met, en dat is ook wel weer leuk hoor. Met jonge gasten, weet je wel, die waren 19, 20 jaar. En die zaten op een conservatorium, Danny Kegel en andere gozer. Kegel, die was fantastisch goed. Maar ja, dat was wel even wennen voor mij. Die waren zo druk, weet je, ik ben ook wel druk, maar die waren anders druk, jong druk, begrijp je? Ja, ik snap het. En ja, dat vond het, we stelden geen één tosti, maar bij vier tosti's. Ja. Maar nu zit je, heb je dus een setje gevormd, ja, dat is al een tijdje met Pam. Met Pam Macbeth, mijn vriendin. Ja. Ja, Monster Macbeth noem ik haar. Het is een Amerikaanse, ze komt uit Texas. Ze komt eigenlijk uit Sassheim, want daar woont ze 5 jaar. Maar ze zegt altijd van Sassheim in Amerika. Nee, hier is al bij Lisse. Oh. Maar daar woont ze nu, dat bedoel ik eigenlijk. Ja, ja. Ze komt uit Georgia. Georgia is wel heel goed. Ja. Dat is een echt Amerikaanse, die is ook weer zo groot. De blonde vrouw van de jaren oud. Een mooie vrouw. Ja, het is mijn type niet. Maar het is wel een mooie vrouw. Maar het is een mooie vrouw. En weet je, waarom ik ook met haar speel? Omdat zij is de real deal. Begrijp je, als zij tussen de Amerikaanse, ze betekent dat accent, dat hele vette, ja, oh, dit en dat. En als je dan met een Nederlandse zangeres zingt, dan vind ik dat het namaak. Dat is het niet. En de Pam, daar speel ik dus ook weer mee. Ja. Fons zoekt dan ook bij Fons. In december doen we een soort kersttoernooitje, dan heeft de Pam op Silent Night en zo. Nu even Oscar Benton, je gaat optreden met hem, met Oscar nu weer. Er zijn een aantal concerten geboekt, Praag met name. Je bent ook dat is de enige dit jaar. Oh, dat is de enige? Ja, we doen één per jaar, dat lukt. Ja, ja. Maar Oscar is niet meer Oscar zoals Oscar was natuurlijk. Nee, Oscar heeft al een paar tikjes gehad en het gaat nu heel goed met hem. Ja. Hartelijk dank, beide heren. Ik vond het een hele aparte talkshow. Zo heb ik ze nog niet gehad. Het liep niet allemaal zoals ik het had voorgenomen en dat vind ik juist leuk. Muziek is improvisatie en dit is ook improvisatie. Ik hoop de anderen ook, ik heb genoten van Art en van Chris met die verhalen. En hebben ze nog ineens alles verteld, want dan zitten we nog een paar weken hier. Ik vond het erg leuk jullie hier aan tafel te hebben. Ik wens jullie beiden succes. Hartelijk dank, dames en heren. En graag tot 29 januari volgend jaar. En ik wens jullie ontzettend een fijne feestdagen. Tot dan. Thank you.